Youssouf, rustig aan hè, Youssouf vandaag. Hou je in de gaten. Hallo, mijn naam is Peter Hoefnagels. Fuck a bitch, bitch, motherfucker bitch. Elke woensdag om 7 uur kijk jij bij mij in de klas. Er wordt gelachen, er wordt ruzie gemaakt en vriendschap gesloten. Kortom, het echte leven op een middelbare school. Kijk eens aan, wie hebben we daar? De Lisa en Jet. Nou, wat denken jullie waarom ik jullie hierbij heb laten komen? Ik weet het niet. Nee. Je weet het niet? Nee. Allebei zo'n onschuldig gezichtje. Wat hebben jullie vanmorgen ingeleverd? Ja, werkstuk, toch? Werkstuk. Ik heb het hier 6 weken over gedaan. En kijk eens aan. Dit is jullie werkstuk? Ja. Mm-hmm. 2 bladzijden? 3. Zijn er 3? Het zijn 3 bladzijden. Ja, de derde bladzijde is dan alleen het adres staat erop voor Coordate. Kom eens verder, want ik ga hier even met jullie over hebben, want dit kan gewoon niet. Pak jij even een stoel, Jets? Want hier ben ik niet zo erg blij mee. Jullie zijn een werkstuk gemaakt over Coordate. Hè? Dat was de opdracht. Ja. Maar dit is toch... Dit is een werkstuk van moet je kijken. Er zit nog ineens een mooi mapje omheen. Dat ten eerste. Geen hoofdstukindeling. Waar zijn de hoofdstukken? Geen inleiding. De opdracht was dat jullie een hulporganisatie, daar zouden jullie een werkstuk over maken. Jullie hebben Coordate gekozen. Ja. Ik heb gewoon op de website gekeken, hè? www.coordate. Staat precies die foto. En jullie hebben nog ineens van verschillende pagina's gehaald. Want ja, ik zie jou nou lachen. Maar je weet donders goed waar ik het over heb. Want deze foto, daaronder stond dit tekstje. Nee, dat klopt niet. Dan heb je die tekstje niet gelezen. Want ik heb het tekstje geschreven. En nee, ik heb daar heel veel stukken in veranderd. Dus nee. Ik heb het gewoon in mijn eigen woorden geschreven. Dus dit stond zeker niet op. Ja. Nee, ik zie Jet al een beetje kijken naar... Ik heb het gewoon letterlijk zo op de website gezien. Ja, je lach verraadt je. Je hebt een schitterende lach, maar het verraadt jullie even. Dat is even pech hebben. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Wat zei je? Ik zei niet. Oké. Nee, maar u heeft geen gelijk. Dat bedoel ik niet met me oké. Okay. Ik bedoel gewoon ga maar verder. Het lijkt me dat die oké eigenlijk is dat ik gelijk heb. Want ik kan het zo wel even laten zien hoor, op de computer. Ja, laat maar zien. Ik weet wat ik erin heb gezet. Alsjeblieft, zeg dus. Yes. Oké, okay, ik ga jou even... Jet. Ja? Brave leerling, vertel mij. Hebben jullie dit zo van de website overgenomen? Nee. Nou, ik ga ook geen discussie over. Ik heb het zelf gezien. Dit is een foto. Hè? Die is van de website overgenomen. Ja. Die foto waar we die foto de wel. Dit tekstje ook. En dit ook. Wat zijn dit voor grafiekjes? Wat is dit? Gewoon, daar kan je alles in zien. Ja, daar kan je alles in zien. Ja, wat staat hier? Ik kan het door. Kan jij het lezen? Ja, staat er gewoon duidelijk. Ja, wat staat er dan? Ja, ik vind het gewoon duidelijk hoor. Maar... Ja, ik ook. Nou, als je het duidelijk vindt, dan denk ik van, leg even uit. Het zijn allemaal vakjes. Vonden we wel mooi. Vonden we wel mooi. Ja, dat zijn al die sectors waar ze in werken, zeg maar. Dit is toch gewoon, dit is geen werkstuk, moet je kijken. Hier zit met een kaffie omheen. Hè? Dit is verreweg het slechtste wat ik binnen heb gekregen. Er is al een keurig mapje omheen gedaan. Gaat het nou om een mapje? Ja, of het gaat niet om een mapje, maar het zou leuk zijn geweest als je er een mapje van had gemaakt. Als het om het mapje gaat, doe ik er volgende keer een mapje omheen. Nou lijkt het alsof het mapje gaat. Het gaat meer ten eerste om de inhoud. Hoe kan dit? Ik kijk naar Jet. Zij kijkt mij aan. Ik zie niks gebeuren. Ik kijk naar Jelisa. Zij kijkt me aan. Ook niks gebeuren. Laat ik het anders vragen. Hoe is de samenwerking gegaan? Ja, wel goed. Wel goed? Ja. Mm-hmm. Hallo, koekoek, echt. En dan kom je hiermee aan? Ja. Nou, ik vind deze ja's die jullie nou doen, zo van... Ja, alsof het allemaal zo heel erg... Ja, alsof het allemaal heel erg... Ja, heel erg...
Ja, logisch is dat het, ja, dat het zo gebeurt. Ja, laten we nou eens eerlijk zijn. Jet, ja. Ik vraag jou gewoon heel eerlijk, mm-hmm. hè, want ik denk dat we daar het vers mee komen, dat we gewoon even eerlijk tegen elkaar uitspreken van goh, wie wat van elkaar vindt. Ja. Hè, dan kunnen we dan even kijken van hoe we verder gaan. Jet, ik vraag jou gewoon heel eerlijk, wat vind jij van Jalisa? Ja, gewoon. Gewoon. Oké, wat leuk. Ja, Jet? Ja, het is vond je het leuk. Lekker gaan? Ja, best wel. Oké, ja. Goed, dan vraag ik aan Jalisa. Zelfde vraag. Wat vind jij van Jet? Ik vind Jet gewoon stront irritant. Echt super irritant. Ja, nu is dat er ook uit. Oké. Okay. Ja, we moesten eerlijk zijn. Ja. Ja, toch? Ja. Maar dit is misschien een beetje wat... Kijk, nu komt wel de aap ineens uit de mouw, hè? Ja. Wat er aan de hand is. Jullie liggen elkaar totaal niet, of wel? Nee. Nee? Ja, zij vindt mij wel aardig, maar ik vind haar niks. Jij vindt haar gewoon heel irritant? Ja, ik vind haar echt... U niet dan? Ze is super irritant. Ja, wat vind je irritant dan? Alles zo precies. Wacht even, dus nou... En... Nou, wil ik ook helemaal niet weten. Ik wil even dat Jet erbij terugkomt. Ga jij even Jet halen? Nee, echt niet. Waarom niet? Nou, u zegt net tegen mij dat ik eerlijk moet zijn. Ik ben eerlijk, zij rent weg en dan moet ik haar nu gaan halen omdat ik eerlijk ben. Dan had u moeten zeggen dat ik moest liegen. Dan had ik gezegd dat ik het wel leuk vond. Jeetje zeg, hé. Waar is Jet? Jet, wat is er aan de hand? Ja, wat is er aan de hand? Ja. Dus Lisa had gewoon dingen moeten doen en heeft ze gewoon niet gedaan. Ja, zo. Jij had moeten bellen en ik had moeten mailen, dat hadden we toch gewoon afgesproken? Lekker makkelijk allemaal. Hoezo lekker makkelijk? Dat hebben we toch gewoon afgesproken? Waarom heb je dat dan niet gedaan? Nee, dat hebben we niet afgesproken. Wij hebben afgesproken dat ik zou bellen, jij zou mailen, jij hebt niet gemaild. Ik heb Moet wel je het nou niet op mij gaan afschuiven? Nee, dat doe ik niet. Ik heb gewoon gemaild. Jij had moeten bellen en dat heb jij niet gedaan. Als jij had gemaild, hadden we nu niet zo'n werkstuk. Hadden we nu als veel jij meer had gebeld, gehad. Dan hadden we ik heb gebeld. Okay, dus... Ik heb gebeld. Okay. Ja, ik heb toch ook gewoon gemaild. Ho, wacht even. Jij hebt dus gebeld. Nee, ik heb toch gemaild, dat zeg ik toch. Oké, rustig. Ja. Jalisa, jij hebt... Ik heb gebeld. Ja? Zij zou mailen. Heeft zij niet gedaan. Heb ik nu schuift ze het op mij af. Ik heb netjes mijn werk gedaan, mijn taak gedaan. Zij niet. Ja, ik ook. Ik heb dat ook gewoon normaal gedaan hoor. Nou, ik als jij het had gedaan, hadden we nu niet maar drie bladzijden. Maar ik had gemaild dat ze jou moesten bellen. Dat is niet mijn probleem. Ik heb gewoon gedaan wat ik moet doen. Oh, nu is het niet jouw probleem. Nee. Maar het is niet jouw werkstuk. Dan is het toch ons probleem. Dat hebben we toch allebei niet gedaan. Ik weet niet hoor. Ik heb gedaan wat ik moest doen. Ja, ik ook. Ja. Jongens, alsjeblieft. Ik snap je echt helemaal niks van. Ik ga hier een eind aan maken, want jullie gaan apart van elkaar een werkstuk maken. Zo gaan we het doen. Okay. Ja. Dus het is klaar nu. Ja? Dus dan mooi. Wie wil het? Maar bedoelt u nou dat we helemaal opnieuw moeten? Wie wil Corday doen? Ja? Ik. Ja. Ik jij? Ook. Ja. Nee. Ik. Ja. Er moet eentje mag Corday doen en de ander die mag die doet een andere hulporganisatie. Zo hebben we het afgesproken. Ja, geef maar. Ik doe Corday toch. Ja. Nee, ik wil het ook. Ik weet niet hoor, maar jij nog maar irritant. Ja, dus maar jij bent toch ook irritant? Ik ben helemaal niet irritant. Je bent ik heb wel irritant. Werk gedaan bij Corday. Kijk je nou, je bent super irritant. Nee, ja, mijn Corday is doen. Niet zo raar. Geef maar. Jezus man. Weet je wat? Zo, jij een stuk en jij een stuk en je bekijkt het maar en ik vind het allemaal goed. En de groetjes zou ik zeggen. Ik weet het even niet meer. In ieder geval, over 2 weken wil ik allebei van jullie twee een werkstuk. En dan bepalen jullie zelf of wie Corday gaat doen, want dat ga ik niet voor jullie bepalen. De groeten en succes ermee. Over 2 weken wil ik het in mijn postvakje hebben. Ja, allebei. Prima. Dag. Ja. Ik heb een grote stuk, dus ik denk dat ik Corday het maar moet doen. Lijkt me wel duidelijk dat ik Corday doe. Dat is goed. Jet en Jalisa. Het bleek niet echt een goede match te zijn. Heb jij wel eens moeten samenwerken met iemand wat ook niet helemaal lekker ging? Laat het me weten in een reactie. En deze week een tip van Hoefnagels. Check even de website van Corday. Zij houden namelijk een profielwerkstukwedstrijd.
Hartstikke leuk om mee te doen. Klik even op de link in de beschrijving. Goed, dit was het weer. Duimpjes omhoog, like de video. Word het abonnee. En dan zeg ik gegroet, gij allen. En tot de volgende week. Groetjes, hoi. Afgelopen dinsdag, waar was jij? Dinsdag. Oh ja, dat was toen ik echt heel erg ziek was. Ik voelde me echt niet lekker en ik had echt koorts en griep en overgeven en buikpijn, hoofdpijn, rugpijn. Maar mevrouw Vink heeft jou die dag gezien gewoon op de markt. Als jij kinderachtig gaat doen, ga ik ook mijn kinderachtig tegen jou doen. Michael. Is zij schuld, meneer? Michael, tussen met Michael. Michaeltje, hallo. Waar is Michaeltje? Oh, daar zit Michaeltje. Goed zo, Michaeltje. Heeft Michaeltje een vingertje? Laat je vingertje eens zien. En dan gaan we met het vingertje gaan we naar de tekst toe.